De VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, was in de 17e eeuw de grootste handelsmaatschappij ter wereld. En Zeeland had een eigen VOC-kamer, na Amsterdam de belangrijkste van de Republiek, die met name Middelburg veel rijkdom bracht. We lopen hier op de Maasbaai in Middelburg. Hierachter lagen de werven van de VOC, daar werden de VOC-schepen gebouwd. Het enige wat er nog aan doet herinneren is dit gebouw van de opperequipagemeester. Hij was verantwoordelijk voor de bouw en de uitrusting van de schepen. Wat we zien op de gevel is het logo van de VOC, Kamer Zeeland en daaronder de stad Middelburg. Aan het eind van de 16e eeuw begonnen de Hollanders en de Zeeuwen met hun handelsreizen naar Azië. In Zeeland voeren eerst de schepen van de Middelburgse en de Veerse Compagnie uit. Maar deze maatschappijen werden al snel samengevoegd tot de Verenigde Zeeuwse Compagnie. Omdat het landsbestuur de oorlog tegen Spanje ook in Azië wilde voeren, besloot men in 1602 dat alle Nederlandse maatschappijen die op de oost voeren moesten fuseren. Zo konden de Nederlandse troepen ondersteund worden door handelsschepen. Dat werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Omdat deze maatschappij wel enig risico liep door de oorlog, kreeg ze het alleen recht op de handel op Azië. Er werden 6 VOC-afdelingen of kamers ingesteld. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Delft. En ook Zeeland kreeg dus een VOC-kamer in Middelburg. Bij de organisatie van de VOC... Bij de oprichting in 1602 zijn er 2 uitgangspunten geweest. Aan de ene kant de steden waar al een volkompagnie gevestigd was. En aan de andere kant de inleg van het kapitaal. Beide hebben ertoe geleid dat er verdeling kwam tussen de verschillende kamers. De Kamer Amsterdam nam de helft van alle activiteiten voor haar rekening. De Kamer Zeeland 1/4 en de overige kamers ieder 1/16. Het belangrijkste centrale bestuursorgaan was de Heren 17. In dit werkoverleg mochten de Amsterdammers weliswaar 8 bewindhebbers afvaardigen en de Zeeuwen 4, maar andere steden slechts 1. Daarnaast werd er 6 jaar achtereen in Amsterdam vergaderd en dan 2 jaar in Middelburg. Het was duidelijk, Amsterdam stond prominent bovenaan, maar Middelburg was onbetwist de tweede stad van de VOC. De VOC was in zijn hoogtijdagen dan ook alom aanwezig in de Zeeuwse hoofdstad. Zo was de omgeving van de huidige buitenhaven bijna volledig in handen van de handelsmaatschappij. Met aan de ene kant een enorme scheepswerf en aan de andere kant een enorm complex met onder andere het Oost-Indisch Huis, het hoofdkantoor van de Kamer van Zeeland. Aan de overkant was het Oost-Indisch Huis met aan de achterkant de pakhuizen. In het Oost-Indisch Huis vergaderden de bewindhebbers. Daar was ook het soldijkantoor en in het Oost-Indisch Huis daar werd het personeel voor de schepen en ook het personeel voor Azië werd aangenomen. De bewindhebbers vergaderden daar en één keer in de zoveel jaar, wanneer de Heren 17 in Middelburg vergaderden, vond het ook plaats in het Oost-Indisch Huis. Bij het bombardement en de beschietingen van 1940 werd het VOC-complex en dus ook het Oost-Indisch Huis verwoest. Maar aan de overkant, aan de Kinderdijk, herinneren nog wel een aantal voormalige pakhuizen aan de handel met Azië. En iets verderop dus nog het huis van de opperequipagemeester van de Oude Werf, waar tot 1794 meer dan 300 schepen van stapel liepen. En die schepen begonnen vervolgens verderop bij de Reede van Rammekens aan de Westerschelde aan hun lange reis naar Indië. Of kwamen hier volgepakt terug. We staan op het bastion van Fort Rammekens. De VOC heeft het fort gebruikt als opslagplek. En met name waren hier de soldaten bestemd voor Azië gelegerd. De VOC-schepen lagen daar in richting Arnemuiden op de Reede. En op het laatste moment, vlak voor vertrek, kwamen de soldaten vanuit het fort, werden die overgewacht naar het schip. En vervolgens zeilden de retourschepen de Westerschelde op naar Azië.
Tot het eind van de 18e eeuw was de VOC een belangrijke werkgever in Middelburg. In mindere mate trouwens ook de WIC, de West-Indische Compagnie, die ook een Kamer van Zeeland had. Beide handelsmaatschappijen gingen aan het eind van de 18e eeuw failliet. Daarmee kwam een einde aan een belangrijke inkomstenbron voor Zeeland en Middelburg in het bijzonder. Twee eeuwen lang was Middelburg het centrum van de Zeeuwse handel op de Oost en de tweede stad van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dit monument herinnert tegenwoordig aan deze rijke periode en aan de VOC-Kamer van Zeeland.